Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 25 januari van Weerplaza. We hadden vandaag te maken met veel wolkenpartijen. De wolken hangen samen met een storing boven Duitsland en België. Die storing die trekt maar langzaam naar het oosten en wordt daar morgen verwacht. In onze omgeving wordt het geleidelijk aan rustiger, maar van het weekend trekt de wind weer aan en trekt er een storing voorbij. En dat zien we aan de lijnen van gelijke druk, die liggen erg dicht bij elkaar. Komende avond en nacht staat er weinig wind. Hooguit windkracht 3. Er zijn wolkenpartijen en vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad in het noordoosten en 3 langs de kust. Tijdens opklaringen kunnen mistbanken gaan ontstaan en het wordt ook nevelig. Morgen is het rustig weer. Eerst nog mist en nevel in de vroege ochtenduren, verder wolkenpartijen, soms een streepje zon, vooral in het westen van het land, maar lokaal ook een enkele bui. En dat opnieuw in het westen. En het wordt 7 of 8 graden. Van het weekend gaat het allemaal veranderen. De wind trekt aan. Zaterdag is het eerst nog droog met geregeld zonneschijn. In de loop van de zaterdag raakt het bewolkt. En tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. En het wordt 7 graden. Zondag wordt het nog iets warmer, 10 graden in de middag. Het is wel vaak bewolkt en het waait stevig vanuit het zuidwesten. En af en toe valt er wat lichte regen of motregen. Maandag blijft het ook niet geheel droog. Van het noorden uit gaat het af en toe regenen en het is opnieuw vrij zacht met 9 of 10 graden. Ik ben Diana Woey van weerplaza.